Kevin Zoonsen heeft die wat is geloofplaats. Week op die wat is geloofplaats. Dat is de algemene werken. Ja, ik ben 20 jaar oud. Ja, ik is meer als schaapersoon, maar ik zou graag zijn mensen wel communiceren en zo. Of aan nieuwe mensen ontmoeten. En ja. Ik kan nog een touw in middag. Ik heb nog een weer uit. Toen ik op de kooi geleden. Toen had ik op Facebook. Toen zie ik die advertentie van Agresco Talent. En ik was like, yo man, wat? Wat is die? Dat is zieke man, zoals ik denk het was. En ik heb toen weer gescrollen. En de volgende dag toen ik mijn Facebook weer op, maar wie is die ding weer? En ik was like, waar laat ik die ding invullen? Wat in de kant weggaan. En ik heb hem toen aangevuld. Niet met die gedachte dat ik ga winnen of inkom voor die top 10. En toen een maand of twee jaar na, dus ik in voor die top 10. Mijn instelling genre in de muziek is hip-hop. Omdat ik hip-hop liedjes schrijf. En mijn instelling idol is Travis Scott. Ik is vandaag aan zijn algemene werker waar mijn doel wordt op de plaats om graag productieassistent te wees. Zo, ik zal maar weer aan. Ik zal zeggen wat positief van landbouw is voor mij is dat ik groot geworden op de plaats. En voor het feit dat ik van klein tijd af kon gezien hoe groot die boom geworden is, hoe hulle plant, hoe hulle snoei, hoe hulle die appel van die boom afplukt. En bij een mensen buiten heeft die daai. Ik krijg niet de tijd om daar te zien gebeuren. Zo, dat is wat voor mij positief is in landbouw.